We gaan hier de studio klaarmaken voor het laatste onderdeel. Ik word helemaal ingebouwd. Dat is de column van Mark Boskamp van NNEK. Waarin hij terugblikt naar, of vooruitblikt eigenlijk over hoe het over 30 jaar eruit zal zien. Nou, dat lijkt me een waardige afsluiting van dit programma. Ja, laat het maar even zo staan. Helemaal prima. Volgens mij is het goed zo. Helemaal prima. Het woord is aan jou. Dankjewel, Gerdy. In onze rare vak zijn op een dergelijk lange termijn, 30 jaar, weinig dingen voorspelbaar. Wetgeving, financiële markten en consumenten zijn niet in een glazen bol te vatten. Twee dingen zijn wat mij betreft zeker. We hebben het één na mooiste beroep ter wereld. Alle respect voor degene die het allermooiste beroep medische specialisten hebben. Hoe prachtiger is het niet om mensen die ziek zijn beter te maken. Ik zei het al eerder vandaag. Maar het ene mooiste beroep in mijn ogen is mensen die financieel ziek zijn beter te maken. Maak maar eens een bucketlist van je wensen en je dromen. Het overgrote deel van je dromen zijn toch alleen maar realiseerbaar als je voldoende financiële middelen hebt. Men kan wel zeggen, als je maar gelukkig bent, maar ik ben nog nooit een buurman tegengekomen die stond te juichen als er weer een deurwaarder voorbij kwam. Financiële rust is emotionele rust. Uiteindelijk is het aan onze klant zelf, en zoals ik al een paar keer heb uitgelegd aan jongeren, met wie ik bij de stichting LEF te maken heb, je hebt het toch zelf in de hand. In de Verenigde Staten heeft een journaliste onderzoek gedaan naar de vermeende gevoelens van onschuld van zware criminelen. Zo deed deze dame onderzoek naar een man die 12 mensen in koele bloeden had vermoord en er volledig van overtuigd was dat hij onschuldig was. Hij was namelijk opgegroeid in Central Harlem. Zijn moeder was een dame van lichte zeden en zijn vader was een alcoholist. Hij groeide op tussen de criminelen en hoe kon hij ook anders dan worden wie hij was? Onvoorstelbaar dat deze man zich daardoor de handen in onschuld waste. De journalisten kwamen erachter dat deze man een succesvolle broer had die als jurist op Wall Street werkte. Toen ze deze broer vroeg naar zijn motivatie om in tegenstelling tot zijn broer succesvol te worden, zei hij, ik ben opgegroeid in Central Harlem. Mijn moeder was een dame van lichte zeden en mijn vader alcoholist. Ik groeide op tussen de criminelen. Hoe kon ik ook anders? Wat een mooie metafoor om duidelijk te maken dat we als financiële consumenten allemaal dezelfde externe variabelen hebben, maar dat we door de juiste beslissingen te nemen het verschil kunnen maken tussen mislukken of slagen. En in mijn ogen is een van die beslissingen een goede coach te nemen en ook een hele goede financiële coach te nemen. De moraal van dit verhaal mogen duidelijk zijn. Het is aan de klant zelf wat hij wil en van zijn leven wil maken. Maar als hij het echt wil, wat is dan mooier dan deze klant daarbij te helpen? Heel veel plezier en heel veel succes daarbij. En mijn kaars ging ook meteen uit. Het boek dicht en de kaars uit. Je mag nog iets uitreiken, hè, Gerdy? Ja, dat klopt. Dat vind ik heel leuk. Je mag zeker nog wat uitreiken, maar waar het gebleven is, weten we niet meer. Nou. Maar je mag in ieder geval de laatste digitale goodie uitreiken. En dat is een hele mooie korting. Ja, dat is een hele mooie korting. Dat is 1000 euro die u direct kunt verdienen. Namelijk 1000 euro korting op de leergang die vorig jaar gestart is. De leergang Vermogensplanner. Die Dukes en Balemans op de markt brengt met een aantal partners. Ik noem ze nog even één keer, sorry. Ortweg Finance, Morningstar en NNEK Fondsenplatform. En in plaats van 4495 euro betaal je 3495 euro. Dus dat scheelt een hele hoop. En volgens mij krijgen we nog een iPad erbij. Maar misschien dat ik mensen gek maak. Ja, ik krijg nog een iPad bij. Ik krijg een Q. Ja. Nog een iPad erbij. Dus je kan hem nu downloaden in de digitale goodiebag. Dankjewel. Dankjewel voor dit initiatief sowieso om hier een online talkshow te mogen maken vandaag. We hebben de aantallen nog niet helemaal kunnen zien, maar we hebben in ieder geval gezien dat er een paar honderd mensen over de hele dag hebben meegekeken. Nou, dat is super tof, hartstikke gaaf. Ik heb er zelf veel van geleerd. Ik had ook zo wat vragen over financiële planning. En wat ik vooral heel mooi vond, ik merk dat ik er net als al die andere mensen afstand van heb genomen. Want het gaat over geld en saai en toekomst. Maar money and meaning, iemand zei het vandaag, dacht ja, die zijn nu vandaag echt verbonden. En dat is hartstikke mooi. Ik hoop dat de mensen thuis dat ook zo ervaren hebben. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken. U kunt op de hashtag geldgenoeg12 door blijven twitteren. De chat zal ook nog wel beantwoord worden vandaag. En de mail sowieso. Als u geregistreerd heeft, krijgt u ook een mailtje als de video's online staan, zodat u alles nog een keer rustig terug kunt kijken.
Nou, namens Dukes en Balemans, Morningstar, Ortec en NNEK, hartelijk bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer.